en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, mijn naam is Aniek en ik vind het erg leuk om bezig te zijn met boeken. Ik vind boeken lezen leuk, boekjournaling leuk, eigenlijk dat soort dingen. Films kijken die van boeken zijn gemaakt, van alles. Ik vind het leuk dat jij op deze video hebt geklikt en laten we beginnen met de video. Vanaf 21 september, morgen dus als ik het goed heb, begint de herfst. En ik moet zeggen, normaal ben ik altijd heel erg van dat ik in een dipje kom, in een herfstdipje. Maar voor het eerst in mijn leven heb ik dus gewoon zin in de herfst. Ik was best wel klaar met het warme weer. Hoewel ik wel echt iemand ben die warm weer hier zit en koud weer hier. Ik heb ook echt zin om lekker met een dekentje en een theetje zoals ik hier heb op de bank te zitten en lekker te lezen. Daar heb ik gewoon zin in en het soort boeken dat daarbij hoort. En vandaar ook deze video, want in deze video ga ik de Cozy Autumn Book Tag doen. En ik heb die van iemand anders op YouTube. En daarom zat mijn laptop ook hier, want daar zat een vraag op. Ik heb hem van de Boekbel, maar ik zou haar video even in de beschrijving linken, zodat je ook de originele video kan zien. En wel heb ik de vragen vertaald naar het Nederlands, want ik maak natuurlijk gewoon Nederlandse video's en zij maakt Engelse video's. Maar ik dacht, ik maak het mezelf even makkelijk dat ik niet de Engelse woorden aan mijn hoofd uit te spreken. Want als je meer video's van mij hebt gezien, struggle ik daar nog wel eens mee. Dus lekker in Nederlands. Dus lekker in plaats van de Cozy Autumn Book Tag is het de herfstboeken tag, denk ik. Als jullie ook lekker een theetje erbij pakken, gaan we lekker de vragen bespreken. En ik zal de vragen ook in de beschrijving zetten, want dan kan jij zelf ook de vragen voor jezelf beantwoorden. En als je zelf boekenvideo's maakt, kan je ook zelf deze tag doen. Lijkt me heel erg leuk als je me daar tagt, want dan ga ik jouw video ook bekijken. Vraag 1. Welk boek doet je denken aan de herfst? Bij mij is dat gewoon altijd echt Cassandra Clare. En het komt gewoon doordat ik dat vroeger altijd heb gelezen. En dan vooral de Eternal Devices serie. En ik denk dat dat komt omdat ik die boeken in de herfst heb gelezen. En dat gewoon als ik aan herfst denk, dan denk ik gewoon aan die boeken, aan die kaft. Die vind ik gewoon heel mooi. Ik betrek die boeken bijna altijd bij elke boekentag. Maar hierbij is het toch echt wel die boeken. En ik moet zeggen, ik lees namelijk niet zo echt seizoensgerichte boeken. Dus het zijn meer gevoelens voor mij. En die boekserie, de Eternal Devices, geeft mij echt het gevoel van herfst, omdat ik dat dus in de herfst heb uitgelezen. En bijvoorbeeld nu, als ik erover praat, denk ik er, misschien moet ik die boeken gewoon herlezen. Maar er zijn nog zoveel andere boeken die ik ook wil lezen, dus ik probeer een beetje uit te stellen om boeken te herlezen. Perfecte tijd nu. Het speelt zich in Engeland af, beetje regenachtig. Dus dat past toch helemaal bij de herfst, vooral Nederland met al die regen. Wat is je favoriete herfstboekenkoffer? Mijn favoriete herfstboekenkoffer is eigenlijk wel een boek dat ik niet van plan ben om te lezen. Maar wel heel erg herfstig en cute eruit ziet. Ik weet niet waarom ik het niet van plan ben om te lezen, maar ik heb het gewoon nooit mezelf aangesproken gevoeld. Ik ga even opzoeken hoe die ook alweer heet. Mijn favoriete herfstboekenkoffer is dan van Legends & Lattes van Travis Baldry. Of Bookshops & Bone dus ook van Travis Baldry. Ik vind die boeken er zo mooi uitzien. Maar zoals ik al zei, ik heb dus niet echt de behoefte om die boeken te lezen. Het spreekt me niet echt aan. Laat in de comments even weten als jij deze boeken hebt gelezen of ze het waard zijn om te lezen of niet. Want de covers zijn inderdaad prachtig, maar de achterkant spreekt me gewoon niet zo heel erg aan. Vraag 3. Wat is je favoriete herfstdrankje om te drinken tijdens het lezen? Nou, dat is en blijft gewoon een makkelijke kop thee zoals ik hier ook heb. Echt lekker zo'n grote mok. Vol met thee vind ik gewoon heerlijk en daar warm je ook helemaal van op. Al moet ik zeggen, ja, het is herfstdrankje, dus dan is het wel echt thee. Maar als het winter wordt, kan het ook wel een heerlijke warme chocolade met slagroom zijn. Maar het gaat over herfst. Vraag 4. Lees je liever in de ochtend of in de avond? Ja, voor mij is dat heel makkelijk te beantwoorden. Ik ben echt een avondmens, dus ik lees ook echt wel liever in de avond. Ik heb wel eens gedacht van, waarom zet ik mijn werk gewoon niet een half uurtje eerder, dat ik gewoon in de ochtend ook een half uur lees. Maar dan blijf ik gewoon veel liever slapen. En ik merk ook heel erg dat als ik in de trein in de ochtend naar mijn werk ga, heel erg moe word als ik aan het lezen ben. Dus als ik nog een beetje moeig ben in de ochtend omdat ik net wakker ben, dan vind ik het ook moeilijk om te lezen. En dan ga ik ook langzamer lezen. Dus ik ben echt een avondlezer. Ik blijf liever tot 2 uur 's nachts op dan dat ik in de ochtend om 5 uur opsta. Vraag 5. Halloween komt eraan. En wat is je favoriete spooky boek? Nu moet ik wel een beetje bekennen dat ik dus niet echt meteen een boek in mijn hoofd oppopt dat ik heb gelezen dat echt spooky is. Want ik lees dus niet zo heel erg enge boeken. Ik ben nu met eentje begonnen, Inni Mini. En dat is wel echt een, volgens mij een spannend boek, maar meer een soort thriller. Maar ja, ik zou het niet kunnen aanraden, want ik heb dat boek niet gelezen. Dus ik denk dat ik deze vraag gewoon niet echt kan beantwoorden, omdat ik gewoon niet zo heel veel boeken in dat genre heb gelezen. Vraag 6. Wat is jouw ultieme comfortboek?
Dus het boek dat je gewoon altijd fijn vindt om weer terug te lezen. Dat gaat gewoon echt een basic antwoord zijn. Maar dat is toch wel echt, ik denk, ja, ik kan het weer niet uitspreken. Ik haat mezelf echt. Akotar. Een beetje een basic antwoord, maar ik vind die boeken toch wel echt heel leuk. En ik ben nu ook door een vriendinnetje een podcast aan het luisteren, waardoor ik een soort van weer helemaal de boeken herbeleef. En ik vind het heerlijk. 7. Wat is je favoriete herfstsnack? Ik denk dat ik niet echt per se een... Oké, als ik er nu over nadenk. Ik ben op dit moment echt verslaafd aan cinnamon rolls. En dat is toch best wel een herfstachtige snack. Dus ik denk cinnamon rolls. Ik moet ze eigenlijk een keer zelf gaan maken. Dat is misschien wel leuk om te doen. Dan ga ik lekker cinnamon rolls maken en daarna lekker lezen met die cinnamon rolls. Dan heb ik lekker heel veel cinnamon rolls voor mezelf. Nou, ik denk dat dat mijn favoriete herfstsnack is. Vraag 8. Wat is je favoriete kaarsgeur om aan te steken tijdens het lezen in de herfst? Ja, ik moet zeggen, ik heb dus, hij staat hier, gewoon altijd een Rituals kaars. En het verschilt gewoon welke ik heb. Het is best een zomerse geur, maar ik steek geen kaars aan in de zomer, dus dit is hem gewoon. En het is de oranje van de Rituals. Alleen, wat ik echt... Ik weet gewoon niet waar ik echt lekkere kaars kan kopen buiten de Rituals die het echt goed doen. Want bijvoorbeeld bij de Action of zo vind ik ze ook echt nooit lekker ruiken. Maar ik wil heel graag een pumpkin spice geurkaars. Die wil ik echt heel graag hebben. Als je weet waar je die kan kopen, let me know. Vraag 9. Als je niet aan het lezen bent, wat is je favoriete herfsthobby daarnaast? Ik weet niet of dat echt seizoensgebonden ook is. Maar ik moet wel zeggen, als het niet regent, vind ik het wel altijd heel leuk om te wandelen buiten. Om dan die bomen en blaadjes zo te zien. Maar op een gegeven moment ben ik daar ook wel echt klaar mee. Dus dan denk ik letterlijk dat het gewoon onder een dekentje serie kijken of film. Oh ja, dat doe ik heel vaak. Horrorfilms kijken met Dave. Dat doen we altijd in de herfst. Want dan is het natuurlijk ook Halloween. Nou ja, en dan de laatste vraag. Vraag 10. Wat staat er op jouw herfst-TBR? En nu heb ik natuurlijk een paar weken geleden een video geplaatst van met deze boeken wil ik nog lezen dit jaar. Dus daar staan een aantal boeken op die ik wil lezen. Maar specifiek gericht op de herfst is toch wel echt... van Stephen King, Billy Sommers. Billy Summers. Ik twijfel om echt een eng boek te gaan lezen. Maar ik heb me daar helemaal niet in verdiept. Dus ik weet nog niet welk boek dat gaat worden. En als laatste nog een fancy boek. Ik heb laatst Lightlark uitgelezen. Dus ik wil sowieso die serie uitlezen. Want ik zag dat in november deel 3 daarvan uitkwam. Dus ik kan deel 2 lezen en dan meteen deel 3. Dus dat is denk ik even in het kort mijn... Herfst-TBR, niet te veel boeken, want de herfst vliegt ook weer zo voorbij en dan is het alweer winter. Dit waren dan de vragen van de herfstboekentag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zou het leuk vinden als je de tijd hebt om zelf de vragen te beantwoorden. Dat kan je gewoon voor jezelf doen. Of je zet het hier onder in de comments, of je maakt een eigen video. Ik zou het in ieder geval leuk vinden als je het met me zou delen, want ik ben ook benieuwd naar jouw antwoorden. Dan was dit de video en ik hoop dat jullie lekker je theetje hebben gedronken, net zoals ik. Of jouw favoriete herfstdrankje, dat kan natuurlijk ook. Doe een duimpje omhoog voor meer van dit soort video's. En abonneer op mijn kanaal voor meer boekenvideo's. Er staan er heel veel gewoon op mijn kanaal onder mijn playlist boeken. Er staan allemaal boekenvideo's. Dan kan je daar lekker even in verdwijnen met jouw dekentje op de bank. En dan zeg ik tot volgende week. Doeg!